Voorzitter, ik had in Groningen de dubieuze bijnaam Jimmy Schimmel. Oh. En dat is misschien een beetje gek, maar dat gaven huurders mij, die constant in schimmelwoningen zaten, met torenhoge energierekeningen, vol tocht, vocht en schimmel. En de huurders waar ik het nu over heb, zitten vaak nog steeds in tocht, vocht en schimmelwoningen. En vaak met acties lukt het heel veel druk. Veel weerstand van woningbouwcoöperaties. Veel verhalen van u moet beter ventileren. U moet beter verwarmen. Hè, de kachel volop openzetten. Al die huurders waar ik het nu over heb. Die hebben de afgelopen jaren hebben ze hun kachel uitgedraaid. Zaten met dekens op de bank. In de kou. In de vocht. Kinderen in schimmel slaapkamers. Het zijn de mensen die het meeste energie hebben bespaard de afgelopen jaren. Niet omdat ze dachten ik ga 5 minuten korter douchen omdat het goed is voor het milieu. Maar omdat ze doodsbang waren voor de energierekening. En terecht. Want die mensen waar ik het nu over heb, zaten al jarenlang met de hoogste energierekeningen. Al jarenlang. Daar was de energiemarkt al voor gefaald. Die vingen de klappen al op van alle torenhoge energierekeningen. Al jarenlang. Hier werd dat pas gevoeld toen er een oorlog was in Oekraïne. En dat prijzen echt door het dak heen stegen. Toen kwam er een energieplafond. Mijn vraag is, waarom is dat energieplafond weg? Voer het weer in en kap met bedrijven te gaan subsidiëren die dikke winsten maken. Waarom heeft dit kabinet überhaupt het energieplafond afgeschaft voor al die huurders waar ik het net over had? Die in de schimmel, in de tocht en in de vocht zitten, is dit probleem nog steeds ontzettend reëel. En dan komt u niet weg met een of ander energienoodfonds waar je inderdaad moet aankloppen als je diep in de problemen zit. Voorzitter, allereerst, verlenging van het prijsplafond is gewoon niet mogelijk, omdat de Europese Commissie die wettelijke ruimte niet biedt. Dat is even het hele saaie formele antwoord. Daarna zou ik me eigenlijk voor een groot deel willen aansluiten bij het gloedvolle betoog van de heer Dijk. Ik ben afgelopen jaar ook op allerlei plekken in het land op werkbezoek geweest, juist ook om met bewoners van dit soort huizen in gesprek te gaan. En een van mijn laatste werkbezoeken was in Arnhem. En als je daar ziet wat de staat is van het onderhoud van die huurwoningen, dan moet die woningcorporatie zich de ogen uit de kop schamen dat je dit soort woningen nog aanbiedt anno 2023. En het zijn deze woningcorporaties, maar ook heel veel particuliere huurders, die veel meer tempo moeten maken met het beter isoleren van die huizen. Omdat dan de bewoners van die huizen zijn geholpen met gewoon überhaupt een prettiger leefklimaat, maar ook een lagere energierekening. En inderdaad niet meer in de stress hoeven te zitten van ik zet de lamp maar niet aan of de verwarming maar niet aan, omdat ik anders bang ben voor de energierekening aan het eind van de maand. Maar dit laat dus ook zien dat de aanpak van dit probleem zit niet bij energiebeleid. De aanpak van dit probleem zit in beter beleid op volkshuisvesting. Met hele strakke prestatieafspraken met die woningcorporaties. Die dankzij het afschaffen van de verhuurdersheffing veel meer financiële slagkracht hebben om die huizen ook daadwerkelijk aan te pakken. En dan helpen we die mensen pas echt. Helemaal mee eens. Dat moet gebeuren. Dat had al lang moeten gebeuren. Dat had al 10, 20, 15... 50 jaar geleden moeten gebeuren als het om woningbouwcoöperaties gaat. Hetzelfde verhaal dat ik net had over zeggenschap met democratie. Woningbouwcoöperaties moeten woningbouwverenigingen worden waar huurders de baas over zijn. Dan hadden zij namelijk wel zonnepanelen op het dak laten zetten. Dan hadden zij wel hun woningen geïsoleerd. En dan hadden we geen idioten die in Maseratis gingen rondrijden. Een gat bij die woningbouwcoöperatie. Had al lang moeten gebeuren. Maar dit is mosterd naar de maaltijd. Hier hebben mensen helemaal niets aan die dit jaar weer torenhoge energierekeningen hebben. En die ook bang zijn om nu contracten af te gaan sluiten voor langere tijd. Want wat zien we nu? Nu zien we, ik zag het vanochtend nog in de Telegraaf. Ja hoor, de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Ja, dat zorgt voor een hogere energierekening. De hoogste stijging van de gasprijs van de afgelopen 4 maanden. Dus dan deze minister niet wijzen naar woningbouwcorporaties, niet wijzen naar anderen. Wat gaat deze minister doen om ervoor te zorgen? En ik ben het helemaal eens met de spreker van de PVV net. Wat gaat de minister ervoor doen om te zorgen dat mensen niet moeten aankloppen bij het energienoodfonds, maar dat ze daar niet terecht hoeven? Dat is namelijk de vraag. En dan is dat niet een stijging van het minimumloon met 1,2%. Waar uw collega trouwens van zei dat het zo ontzettend gevaarlijk is voor het vestigingsklimaat en dat het MKB er wel eens vier toe kan gaan. Voorzitter, het kabinet heeft daarom ook een heel breed koopkrachtpakket aangekondigd deze zomer. Die in de volle breedte ervoor zorgt dat juist lage en middeninkomensgroepen er het komende jaar op vooruit gaan. Zodat ze met stijgende kosten waar ze mee geconfronteerd worden, dat ze, mensen zich dat ook kunnen veroorloven. Ik ben het helemaal met de heer Dijk eens. Waren we maar 10 jaar geleden begonnen met die aanpak van die huursector. Want het is inderdaad een schande dat juist de mensen met de kleinste portemonnee het afgelopen jaar de grootste klappen hebben moeten vangen van die energiecrisis.
crisis. En de eerlijkheid is dus ook dat Nationaal Isolatieprogramma, dat zal in een paar jaar tijd, dat gaat niet in een maand of in een jaar tijd, maar zal in een paar jaar tijd die slecht geïsoleerde woningen moeten aanpakken, zodat we ook echt een structurele oplossing voor die mensen kunnen bieden. Voorzitter, dan constateer ik tot slot, en er zit dan ook een vraag in. Er worden hier pleisters geplakt. Aan de lopende band worden er pleisters geplakt. Er moet een energienoodfonds komen. We gaan nu pas. Ik ben blij dat u het toegeeft, hoor. Daar niet van. Ik ben blij dat u daarin van mening bent veranderd als partij. Dat u ook vindt dat we woningbouwcorporaties meer ruimte moeten geven. Dat we die niet hadden moeten belasten, waardoor huurders meer belasting betaalden aan hun huur. Ik ben daar heel blij om. Maar het zijn allemaal pleisters plakken. En we hadden het net bij de vorige minister ook, als het ging om het verduurzamen van de energie, allemaal steeds maar pleisters plakken. Nou, had u een middel, een prijsplafond, waarbij u enige zeggenschap, echte regie nam over een verziekte energiemarkt, en dan schaft u het af en dan wijst u naar Brussel. Ja, ik wil niet lullig doen, maar het is niet mijn partij geweest die heeft gezegd dat er een Europese energiemarkt moet komen met Europese regels. Dus ja, u had dan een voorvechter moeten zijn richting Europa als echte pro-Europa-minister om daar de beuk erin te gooien. Om ook te gaan zeggen, wij willen weer een energieplafond invoeren. Wij gaan in Nederland over onze eigen prijs van energie. En dat gaat u nu niet. Dus het is allemaal pleisters plakken. Soms zijn ze goed. Het is in ieder geval beter dan niks. Maar het is veel te weinig en veel te laat. Voorzitter, niet om flauw te doen, want dit is volgens mij het eerste debat dat de heer Dijk doet op het thema klimaat en energie. Indrukwekkend hoe goed hij zich al staande weet te houden. Maar uw voorganger heeft mij hier 2 dagen lang de maat staan nemen dat ik een prijsplafond wilde invoeren. Dat ongericht was en alle groepen in de samenleving financieel tegemoet ging komen. Toen hebben we met elkaar geconcludeerd, we zullen het gericht moeten doen. Zodat we alleen die mensen helpen die het ook echt nodig hebben. Dus volgens mij is de heer Dijk dat ook met mij eens. Laten we nou niet gaan pleiten voor verlenging van een plafond dat ongericht is. Laten we vooral kijken hoe we de mensen kunnen ondersteunen die dat nodig hebben. Daar is op dit moment het allerbeste wat we kunnen doen, isoleren, 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 zodat mensen überhaupt minder energie verbruiken. Ik hoop dat de Eerste Kamer snel de afbouw van de salderingsregeling behandelt, zodat huurders niet meer hoeven te betalen voor mensen met zonnepanelen. En we ook met de woningcorporaties 100 miljoen extra in zon- op huurdaken kunnen uitrollen. En met het noodfonds energie kunnen we echt heel gericht de huishoudens ondersteunen die dat nodig hebben. Ik ben het met u eens, dat is een pleister plakken, maar dat is wel de beste pleister die we nu hebben. En laten we ondertussen de kern van het probleem de komende jaren tackelen. Voorzitter, even voor de orde, het is geen interruptie. Ja, het is wel een interruptie. Nee, het is geen interruptie. Ik wil even over dat prijsplafond even 1 ding opmerken. Wij zijn altijd voor een prijsplafond geweest, maar niet voor miljarden aan die energie winstmakende bedrijven. Genoteerd voor de eeuwigheid. De heer Erkens. Ja, volgens de minister.